Zeg, we gaan even iets laten horen. Afgelopen weekend op de Duitse televisie voor 12 miljoen kijkers. Want het Schlagerboom Festival in Dortmund werd live uitgezonden op de Duitse televisie. Want daar gebeurde het was speciaal. Luister even mee. Frissie, toen ik u voor de eerste keer gezien heb, toen wist ik meteen dat jij de ware voor mij bent. Lieve Richie, seitdem ich dich kenne, ist mir klar, du bist meine wahre Liebe. Vandaag kijken miljoenen mensen mee over de hele wereld en ik wou je gewoon zeggen en laten zien en aan iedereen laten zien hoe graag dat ik u zie. Heute gucken miljoenen mensen zu en ik möchte alle zeigen wie sehr ich dich liebe. En daarom misschien de belangrijkste vraag uit heel mijn leven. En daarom stel ik dir die wichtigste vraag meines levens. Wil jij met mij trouwen? Vertaler van dienst was trouwens Jan Smit, hè? Die moest het überzetten. Ja, dat is onwaarschijnlijk. En Christophe zat op zijn knieën. Dag Christophe, een ganz goede morgen, Christophe. Goedemorgen. Oh, het was een kort nachtje. Een kort nachtje, ja. Hey, proficiat, Christophe. Ja. Dankjewel. Hey, het was mooi, hoor, zeg. Ik vond het echt mooi. Ja, het was spannend. Ja, het was spannend. Maar hij was toch mee op het podium gegaan? Had hij dat dan al niet doorgehoord, Richie? Nee, want hij wist niet wat er achter die zwarte wand was. Dus met Jan zei, ik kan even meelopen. Ja? En dat is hij het podium voor hem. Dus dat kon hij niet meer terug. En zei, als die kaart niet druk is, het valt op voet, je weet niet wat er gebeurt. Dus, je gaat gewoon mee in het verhaal. Dus, ja. We hebben niet zo'n goede lijn, Christophe. Zit jij nog in Duitsland uit te mogen? In Parijs. Parijs, amai zeg. We zijn vannacht doorgereden van Dortmund naar Parijs. Aha. De City of Love. En hier hebben we één nachtje. Oh, in Parijs om de City of Love, om jullie verloving te vieren. Maar wat vond je het echt spannend of wist je van, ja toch ja zeggen? Of dacht je van, het is toch een kleine kans? We hadden drie plannen, plan A, B en C. Plan A was dat alles zou verlopen zoals wij het hoopten. Ja. Plan B was dat hij niet meer het podium zou opkomen, wat dat heel reëel was. En plan C was natuurlijk dat hij misschien wel nee zou zeggen door de druk of door het verschieten of weet ik veel, of door de zenuwen. We wisten het echt niet. Oh. En wat was dan plan? Wat ging je dan doen bij plan 3? Had hij nee gezegd? Dan gingen we gewoon meteen over. Ja, of zo. Het was maar een mopje. Oh. Je kan het ook tussen de tapas door een terrasje in Eindhoven. Ja, het is al goed verder. Nee. Tussen de soep en de patatten, maar dit is wel de 12 miljoen mensen. Ja. Wat zijn de reacties van het Duitse publiek daarop? Ongelooflijk. In Duitsland is het. Het was nog nooit gebeurd op de Duitse televisie. Dus, en ook zeker niet door iemand die bekend is. Dus het is geweldig. De reacties zijn overweldigend. En dat doet ons ook plezier, omdat op de eerste plaats wil ik natuurlijk een punt maken dat Richie ongelooflijk graag ziet. Maar op de tweede plaats wil ik ook een punt maken naar omdat dat toch nog een klein beetje taboe is in Duitsland. Ze beginnen daar nu wel een beetje losser over te komen, maar dat je ook niet hoeft weg te steken. Hè. Je hebt maar één leven en iedereen heeft kans om gelukkig te zijn. En elke dag dat je meer gelukkig bent, is een dag gewonnen. Dus je hoeft je echt niet te verstoppen. En just be happy, weet je wel. Ja, mooie boodschap. Zeg, wanneer is het trouwfeest? Of is dat nog niet gepland? Normaal gezien binnen een jaar en een half. Ah, okay. Sven wil als verjaardags, als huwelijkscadeau heel graag gratis komen draaien, heeft hij al gezegd. En dat is een hele dure, hè, Sven Ornelis? En doet dat vooral zijn vrienden zeker, is dat wat je nu gaat zeggen? Ja. Dan is dit een goede plaat om op te zetten, hè? Altijd ambiance op de dansvloer, hè? Ja, natuurlijk. We gaan hem draaien, Sweet Caroline, proficiat Richie en proficiat Christophe en maak er een mooie verloop. Ik zag je vandaag. Tadaa. Tadaa.